Toenhorst. Welkom bij onze nieuwe vlog. Goedemorgen en welkom bij onze nieuwe vlog. Het normale leven is weer begonnen. De eerste week op school zit er al weer op. We hebben hard gewerkt. Nou ja, volgens Marijn heeft hij niet zo heel hard moeten werken. Want hoe zat het ook alweer de eerste dag? Want mocht je al direct overslaan? Rekenen. Ja. Hé, hey, wat ga je vandaag doen? Scouting? Kinderfeestje. Maar Rijn heeft een kinderfeestje van een van zijn vriendjes, dus die is de hele dag in de Waarbeek. En Merel, wat ga jij doen vandaag, behalve unicorns op je hoofd dragen? Naar zwemles. Naar zwemles. De zwemles van Merel is weer begonnen. In de meivakantie is zij begonnen met turbo zwemmen van de Superspetters. Dus de badmuts zit alweer in de tas, de duikbril zit in de tas, de bikini, de handdoek. Ik moet alleen nog even de bammetjes smeren en dan kunnen we zo naar het zwembad. Hebben we zin in vandaag? Ja! Wat bij ons in huis minstens net zo normaal is als de zwemles en scouting op zaterdag, is natuurlijk de altijd aanwezige was. Ik kan er echt niet blij van worden. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het is niet mijn favoriete klusje. En iets met boodschappen. Hank, zeg het eens. We moeten nog even bedenken wat wij van de week gaan eten, schat. Wij moeten nog even bedenken wat we van de week gaan eten. Nou, ik wil graag van de verse pesto van Cindy, wil ik graag pasta pesto. Maar dan wel met een macaroni soort. En niet met die spaghetti of die spaghettini, want daar heb ik niet zo zin in. Kinderen? Kinderen van Stoelhorst? Ja. Jullie mogen weer allebei één avond van de week beslissen wat we gaan eten. En dat mag niet met een P beginnen. Marijn, wat gaan we eten? Kipkoekhamburger. Merel, ik heb een idee. Wat dan? Weet je nog dat we laatst die hete vis hadden met rijst? Ja. En die salade erbij die jij zo lekker vond? Ja. Zullen we dat weer eten? Ja! Hank, schrijf maar op. 2 gerookte makrelen moeten even meegenomen worden van de markt. Hank en ik zijn in de vreselijke mazzel dat we lekker met z'n tweeën zijn op zaterdag doorgaans. Wat betekent dat ik meestal met Merel naar de zwemles ga en ik ga met Merel naar de markt. En wat betekent dat Hank met Marijn naar de scouting gaat en de supermarkt en dat soort winkels afgaan. Want ook dat is niet mijn favorietje. Hoe is het met lijstjes, schat? Schiet het al een beetje op? Ja hoor, ik ben even het avondeten voor van de week aan het opschrijven. Zodat ik weet wat ik ga halen en wat jij gaat koken. Of ik ga koken. Oh, dankjewel. Ik wou net zeggen... Maar meestal is de praktijk dat jij kookt door de week. Ja, dat is wel waar. Hé, hey, je mag een cadeautje even pakken. Het is tijd, jullie gaan... Het is tijd. U wordt bedankt voor weer een ochtend gezelligheid. Even een cadeautje pakken. Ik denk in die kleine tas. Naar mama. Alsjeblieft. Hé, hey, prinses Merel. Hoe had u het graag gewild voor bij de zwemles? In een slecht. Een van de dingen die we nog niet eens zo heel veel hadden genoemd, is dat we hier in huis ook een vreselijke, gezonde Disney-verslaving hebben. Nee. En in de meivakantie van dit jaar zijn we ook in Disneyland Parijs geweest. Dat was een ontzettend gave ervaring. Maar dan heb ik een spelletje op mijn telefoon. En dat is eigenlijk je eigen Disneyland pretpark. Maar mijn kinderen vinden dat ook heel erg leuk. Dus Merel was net op zoek naar welke achtbanen moet mama nog. En toen liet ik haar dus zien... Dat ik Bigger Than the Mountain nog moest. En wat zei je toen? Daar? Daar zijn we in het echt geweest. Ja, daar ben je in geweest, hè? In het echt? Ja. Bij Disneyland Parijs. Dat was leuk, hè? Ja, zeker weten. Hé, hey, hier met mijn telefoon. Ik wil graag even spelen. Ja, mag wel even. Merel, vergeet je niet iets? Mama is niet bij de tassencentrale, hè? Zwemtas mee! Schoog om je mond! Schoog om je mond, dit doen we zo in de prullenbak. Ja. Nou, loop maar. Het is wat met die lastige tas, hè?
Hallo allemaal, ik ga vandaag een kruidenboter maken. Dat maak ik altijd zelf. Dat vinden wij veel en veel lekkerder als de kant-en-klare kruidenboter uit de supermarkt. Dus ik wou jullie even laten zien hoe je dat maakt. Vrij simpel. Je hebt een aantal dingen nodig. Roomboter. Ik gebruik zelf altijd grasboter, ongezout. Omdat ik zelf vrij lekker vind om zelf te zouten. Je kunt natuurlijk ook gewoon normale roomboter pakken. Maar die is wat harder. Grasboter heeft als voordeel als je op kamertemperatuur dat je het gewoon kunt indrukken. Zo. Maar goed. Verder natuurlijk wat zout om zelf te zouten. Wat gedroogde kruiden. Ik gebruik zelf altijd een Franse mix die ik een oom en tante van mij mee hebben genomen. Maar in principe kun je allerlei soorten kruiden pakken, wat je maar wil. Belangrijkste, knoflook. En ik doe er ook altijd wat verse kruiden bij in. In ieder geval een slauitje. Want dat versterkt de smaak van de knoflook weer. Wat bieslook en wat basilicum. Eigenlijk voornamelijk ook een beetje voor de kleur. Behalve een slauitje, die is echt belangrijk voor de smaak. Ben ik heel lui aangelegd. We hebben een keukenmachine die het kneedt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon in een bakje met een vork. Als je nou nog een stukje schutting hebt waar je niks mee doet, dat hadden wij, kun je natuurlijk altijd je eigen kruidentuintje gaan verbouwen. De lavendel staat er overigens tussen tegen de vliegen. Maar de munt, de basilicum en de bieslook doen het best lekker. Ondanks dat we ze echt al voor het hete weer van het zomer hadden geplant. We hebben er nog steeds voordeel van. En dan ziet het er meteen al zo lekker uit. Oh, wat is dit toch een moeite zo. Oh, wat moet ik toch hard roeren. Als je morgen maar geen spierpijn hebt, lieverd. Hallo, daar zijn we weer. Het is nu zondagochtend en we zitten in de auto onderweg naar Getelo. Want waar gaan we heen, Marijn? We gaan naar de camping, hè? Want wie staat er op de camping? Tante Sas. Dus we gaan eens even kijken bij de caravan waar Tante Sas op dit moment verblijft. En als het goed is, is nichtje aan het rook, dus we hebben er zin in. Merel heeft nog wat minder zin, of niet, Merel? Oh, joh, het schudt hier wel lekker, moet ik zeggen. Iedereen de tabletjes tegen reisziekte tegenomen. Herkent u deze weg? Nou, dat kan kloppen, want we rijden nu de andere kant weer op. Ik was vergeten, ik had de goede straat wel ingevoerd, maar niet het nummer van de camping. Dus de camping was nog niet in beeld. Weer terug. Heb je die paardjes gezien, Merel? Ja, door die witte. Nou ja, en die bruine. Ik zie er echt heel veel, hoor. Ja. Nou, we rijden zo de camping op. We internet eens even uitzetten. Zie je, Merel? Moeten we aan de voor? Ja, Anne loopt vooruit. Dan weten wij waar we heen moesten. Anne had al gezegd, bij de poort moesten we... Dan kunnen we hier vast parkeren. Anne rent vooruit. Hey, campingman. Nou, Marijn. Ja? Ik zeg, loop maar. Waar gaan we heen? Nou, waar? Overal verspreid in het bos staan speeltoestellen. Ja, volgens mij is het begin en het niet uitvallen. Als je dat begin al hebt, dan ben je er. Wel gaaf voor Marijn. Hey.
onze Q&A-vlog, dus gewoon vraag en antwoord, hadden we nog een vraag van Kim Bektam, die ik nog niet had beantwoord. Of hij heeft de edit niet gehaald, geen idee hoe dat is gegaan. Maar haar vraag was, hoe vinden we het om te vloggen? Nou, mijn kinderen, die worden er heel blij van. Die vinden dat heel erg leuk. En zodra ik achter de camera sta, moet ik zeggen, gaat me dat ook best goed af. Maar voor de camera, ik heb zoveel momenten dat ik denk, oh, dat was eigenlijk wel heel erg leuk geweest voor de vlog. Maar daar heb ik er of niet aan gedacht om de camera aan te zetten. Of, ja, dat vind ik het toch een beetje gênant of zo. Ik moet er nog heel erg aan wennen dat er zo'n camera op mijn neus staat. Dat ik denk van, nou, is mijn leven interessant genoeg om te vloggen? Nou ja, zolang Brian het leuk vindt en Merel het leuk vindt, gaan we er nog even lekker mee door. Dan hoop ik hierbij jouw vraag te hebben beantwoord, Kim. Dan rest mij nog om jullie even te bedanken voor het kijken en tot de volgende vlog. Als je niks wil missen, abonneer je dan even hieronder of klik even op de like. Dat vinden we leuk. Reageren mag altijd, we lezen alles. Doeg!